Met het verdwijnen van het patriarchaat, las ik in een van de interviews, is ook een belangrijke grondslag voor autoriteit verdwenen. Kinderen worden vaak met weinig restricties opgevoed en de autoriteit van leraren en gezagvoerders wordt vaak niet meer erkend. En toen ik op dat punt van het interview gekomen was, herinnerde ik mij dat ik in 2004 een stuk geschreven had in een bundel die ging over de Tweede Wereldoorlog als moreel eikpunt. En de vraag die daarin onder andere gesteld werd was, moet jeugdliteratuur behalve verstrooiing ook nog iets anders zijn? En als u mij toestaat, citeer ik daar een stuk uit dat wellicht aansluit bij datgene wat later vanavond volgt. Het begint ermee, schreef ik toen, dat een volwassene die zich tot jongeren richt, volgens mij altijd rekening moet houden met de consequenties van wat hij zegt, doet en schrijft. In die zin zijn alle volwassenen onderwijzers. Ze worden geacht hun ervaringen en levensvisie aan de volgende generatie door te geven. Geen enkele activiteit is van deze taak uitgezonderd. De vrijblijvendheid waarmee hier en daar verkondigd wordt dat muziek, film, literatuur en wat iets meer zij op zichzelf staande uitingen zijn die geen ander doel hebben dan te verstrooien, is mij vreemd. Dat geldt zeker voor deze tijd. Wellicht dat een dergelijke stellingname te verdedigen was toen de jeugd vanaf de jongste jaren gebombardeerd werd met duidelijke richtlijnen over hoe hun leven te leiden. Compleet met bijbehorende sancties wanneer de richtlijnen verwaarloosd werden. Tegenwoordig is dat niet het geval. Ik ben me ervan bewust, ik citeer mezelf nog steeds, dus de ik ben ik wel, maar ik lees voor. Ik ben me ervan bewust dat er door de eeuwen heen steeds sprake is geweest van een obligaat geweeklaag over het gedrag van nieuwe generaties. Daaraan was meestal de constatering gekoppeld dat de toestand nog nooit zo erg was geweest. En werden en passant maatregelen opgesomd om het tij te keren. Dat was, als we alleen kijken naar de recente decennia, bijvoorbeeld het geval bij de Nozems in de jaren 50 en de hippies in de jaren 60 en 70... van de vorige eeuw. Bij het begin van de 21ste eeuw is er echter een wezenlijk onderscheid met deze voorbeelden. Jongeren uit de periode 1950 tot 1980 deden wat jongeren door de eeuwen heen hebben gedaan. Ze gaven vorm aan een tegencultuur om zich zo af te zetten tegen bestaande opvattingen over hoe de maatschappij dient te functioneren. Het komt mij voor dat de jeugd van tegenwoordig een dergelijke standaard moet ontberen. In korte tijd zijn de oude, richtinggevende structuren vermolmd. Het duidelijkst komt dat naar voren in de secularisering van de samenleving. Daar waar kerken en kerkelijke instituties jarenlang aangeven wat de ideale levenswijze was, rest nu slechts de woestijn van het postmodern nihilisme. Er is niets in de plaats gekomen van de oude geboden. Let wel, en ik onderstreep dat nog een keer, ik roep niet op tot een conservatief revij en al zeker niet tot een terugkeer van de kerkelijke discipline. Wat ik beweer is dat we, als alles relatief is, jongeren laten ronddwalen in een vacuüm zonder houvast. Ze moeten een weg zien te vinden in een wereld die zich aan hen voordoet in de bordkartonnen personages uit videoclips en populaire films.